Ze toeren momenteel door Nederland met de Simon & Garfunkel Story. Hier zijn Sam O'Hanlon en Charles Blythe. En op piano Adam Smith met Homeward Bound. I'm sitting in a railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escape, and home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Every day's an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escape, and home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escape, and home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Thank you so much. Nog even één ding, Jorik. Hoe is het eigenlijk afgelopen? Wat doen ze en zijn ze nog vrienden of niet? Nou, niet echt, nee, niet echt. En ook al waren ze oorspronkelijk vrienden, toch boterde het nooit echt goed. Er waren veel creatieve meningsverschillen, zoals je dat dan zo mooi kan noemen. En in 1970 stopten ze eigenlijk al na 5 platen. Maar ja, de muziek sprak zo tot de verbeelding dat ze toch zo nu en dan nog een reunie hebben gehad en nog een tour hebben gemaakt. Maar een album is er nooit meer gekomen. Ze hebben gewoon wel natuurlijk solo carrières gehad. En vooral Paul Simon is erg succesvol gebleken ook daarin. Ja, en voor het geld hoefden ze het niet meer te doen? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik ook niet. En wilt u kans maken op kaartjes voor de Simon & Garfunkel Story? Kijk dan even op onze website. En laten we ook nog even kijken waar Harold stond. En de raadplaats kwam vandaag vanuit het prachtige Dokkum. Ja, en de winnaar is Cilia Groot uit Schermerhorn. Iedereen hier aan tafel, op het podium, in de keuken, in het publiek, u thuis. Hartelijk dank. En morgen is Martine er weer. Fijne avond. Dag.